does not seem real at all. Deze vrouw kan het bijna niet geloven. Van haar huis is weinig meer over. En dat geldt voor meer Amerikanen. Orkaan Helene heeft heel veel schade veroorzaakt. I cried. I still cry. You walk into a place that you know what it looks like and then it's not there. So the complete downstairs was completely inundated for about a day. De orkaan kwam vorige week aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. Via de staat Florida trok de storm verder over dit enorme gebied. Het is een van de hevigste orkanen van de afgelopen 20 jaar. Huizen en wegen zijn weggespoeld door grote overstromingen en bomen vielen om door de harde wind. Meer dan 200 mensen zijn door de storm om het leven gekomen. En waarschijnlijk zijn dat er nog meer, want met honderden mensen is nog geen contact. Dat komt doordat op veel plekken de elektriciteit kapot is. En ook is het door de overstromingen moeilijk om afgelegen plekken te bereiken. Met helikopters lukt het wel om op deze plaatsen te komen. Er worden pakketten gebracht met voedsel, water, medicijnen en spullen voor baby's, zoals luiers. It had been several days since it had happened. There still was no aid here at all. When we're landing in some of the communities, everyone has been extremely thankful and very, very helpful. De helikopters blijven heen en weer vliegen met hulp, net als vliegtuigen van het leger. En in de getroffen gebieden zijn ook duizenden militairen om te helpen. Ze brengen spullen en helpen met het opruimen van bijvoorbeeld omgevallen bomen. En veel inwoners zijn zelf ook begonnen met het opruimen van de troep. Well, we have really been hit hard. We have our lives. It's pretty hard.